Hallo allemaal, welkom bij deze gloednieuwe combo video. Ik ben Nerf Cowboy trouwens. En vandaag voor jullie combo 88. Nou, deze combo is gebaseerd op de Strife. Gaat heel erg goed. Ja, deze combo is gebaseerd op de Strife. En het is een best wel grappige combo. Dus ja, laten we hem eventjes alle attachments eraf halen. Ja, de Base Blaster is dus de Strife. Nou, geen betere blaster kan je krijgen. En deze blaster kan natuurlijk een hoop. Het kan attachments over deze blaster vasthouden. En natuurlijk een semi-automatic blaster magazine system. En het is motorized dus. En dat dus. Het kan heeft twee tactical rails, dus het kan twee attachments daar vasthouden. Het heeft barrel attachment point en een stock attachment point. En het is gewoon een hele comfortabele blaster. En ja, je kan het een beetje als een pistool gebruiken, maar je kan het ook als een primary gebruiken. Dus dat is altijd sick. Dus goed, maar even barrel attachment point natuurlijk. Dus de barrel die erop gaat is van de Fortnite IRL natuurlijk. En dat is een hele lange barrel, maar... Sniper status. Ja, het is gewoon een enorme barrel. Het ziet er super lollig uit en het is gewoon een domme barrel, maar dat maakt het juist leuk. Natuurlijk heeft het ook een tactical hieronder en daar zit niks anders op dan de bipod van de... Wat was de blazernaam ook alweer? De Raptor Strike natuurlijk, wist ik wel. Heb ik helemaal niet opgezocht natuurlijk. Maar ja, deze bipod is wel grappig. Ja, het is natuurlijk een bipod en je kan hem nog extra lang maken en dan sniper status doen. Dus ja, dat is alleen maar belangrijk en dat is alleen maar leuk. En daarvoor zit de bipod erop. Natuurlijk is het magazine system en daar heb ik niks anders dan de 12 dart magazine van de Scavenger. En ja, 12 dart magazines vind ik het meest fijne om te gebruiken met de Strife. Dus daarom heb ik die ook hier zo in zitten. En hij ziet er al sick uit met het grijze. En dan nog met de Raptor Strike bipod. Dus. Natuurlijk hebben we ook een tactical grill hier bovenop. En daarop heb ik dus de Modulus Demolisher sight. En ja, die geeft pas helemaal sniper stats. Je kan er best wel soort van niet doorheen kijken. Maar dat maakt niet uit. Ik zet altijd maar zelf eentje omhoog of gewoon helemaal plat. Maar ja, het is een leuke sight. En het past wel bij de... Dit hele idee achter deze combo. En dan zit er natuurlijk ook nog een stock attachment op. En daar heb ik dus ook de IRL stock aan zitten. Ja, dat is best wel comfortabel. Ja, de IRL stock is comfortabel. Het is een kleine stock, maar wel comfortabel. En ja, het werkt goed met de sight en zo. En snel reloaden. En dan, ja. Het is een goede, grappige combo. Ondanks dat de stock best wel klein is. Maar, ja, dat maakt niet heel veel uit. Ik vind het wel een... leuke blaster zo. Het is absoluut geen combo die ik ga gebruiken. Als ik de Strife gebruik, gebruik ik hem meestal helemaal kaal. Of ik gebruik alleen de Stark Attachment Point. Het is een grappige combo. Dus goed jongens, dit is hoe de combo eruit ziet. En voor de rest zie ik jullie allemaal weer in de volgende video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En een linkje in de beschrijving te checken. Ik zie jullie allemaal weer later.